Maar in ieder geval, het zijn wel rode kleuren. En dat valt dan weer mee, want dat zijn de kleuren van Standaard in vergelijking met vorige week. Olisade, opnieuw Kayembe. Snel die flankwissel telkens bij Charleroi. En Morioka die diep gaat. Goeie schijnbeweging. Morioka, kan die ook trappen? Dat doet hij. En dan bal van de lijn gehaald, maar met de hand. Ai, Beerschot. Rode kaart meteen. Morioka werd vrije doorgang verleend. En dan Thibaut de Smet. Staat daar op de lijn. Is het bewust hens of is het de arm naast het lichaam? Hier kan je het heel moeilijk op zien. Ook dat zal gecheckt worden door de VAR. Morioka tegenover Van Hamel. Daar komt hij en Van Hamel pakt hem. Van Hamel pakt hem. Dat betekent dat de schade nog een beetje beperkt is. Ex-Mechelaar natuurlijk, voor hem zijn wedstrijden tegen Beerschot altijd een beetje speciaal. Zorgan. Kayembe, voorzet naar Nicholson. Dit kan wat worden. Dit is een doelpunt. Geen buitenspel. Shamar Nicholson, zo vaak hebben ze hem nog niet gevonden. Maar één keer goed is natuurlijk meteen prijs. 1-0 Charleroi. En na 36 minuten koopt hij voorbij Van Hamel de 1-0 binnen. Ik denk niet dat het buitenspel was aan die eerste paal. Morioka. Lange bal, dat is goed hoor. En voor de goal gezet, dit moet 2-0 zijn. Doet het wel uitstekend, maar stond hij geen buitenspel. Bij het voorleggen op Nicholson van Hamel. En kijk eens, daar is de hat-trick. En Hens. Ai. Radic. Gele kaart of rode? Toe, jongens. Dit is het afnemen van een loepzuivere kans. Dit is het afnemen van een hat-trick. Dit is opzettelijk. Oké. Penalty Nicholson. Komt daar dan toch zijn hat-trick? Nee. Hij schiet hem tegen de paal. Nog eens die penalty van Nicholson. Tegen de paal. Van Hamel dit keer wel de verkeerde. Charleroi laat Beerschot nog even in leven. En kijk eens, Holzhauser. Holzhauser schiet de 2-1 binnen. Wat een minuut. In deze tweede helft. Wel een penalty, maar op de paal. En dan gaan ze aan het klungelen. En dan is daar plots Holzhauser. Ik zei het nog, Charleroi. Je moet die... En hier Morioka. Nu dan wel die derde goal. Jawel. Het is moeilijk te zien. Maar alleszins... afgeweken bij... Oh, dat is een goede bal. En de voorzet naar Nicholson. En deze gaat wel binnen. Schitterende paas is het. En dan perfect voorgelegd door Ben Shaib. En makkelijk binnengewerkt door Nicholson. Er wat mooier te laten uitzien. Oh, en dat wordt een doelpunt. Dat is een doelpunt. Deze is binnen. Van Kleemput legt hem achteruit. Gaat hij dit doelpunt dan op zijn naam krijgen? Of is hij nog geraakt? Ja, toch nog even komen. Oh, Radic krijgt ook nog geel. Die had er al eentje. De Smet en Radic moeten missen. Ja, hij raakt niet met zijn tweede been. Maar waarom kom je zo ingevlogen op de helft? Kayembe nog. Goed achteruit gelegd en goed gelaten ook. Morioka. Goal van Morioka. Ja, als je hem zoveel ruimte geeft... 1 op 18. Zal pijn doen op het kiel. 3 extra minuten zitten erop. Het blijft bij 5
2 in het voordeel van Charleroi.